Hoe kunnen we ons voedsel duurzaam produceren? Welke uitdagingen zien we daarbij? Wat verwachten we daarbij van overheden, van onderwijsinstellingen, van ondernemers en van consumenten? Goedenavond en hartelijk welkom bij de 24e editie van de Warandelezing. In onze Lustrum-editie volgend jaar zullen we stilstaan bij de geschiedenis van het jaarlijkse evenement. Maar vanavond ben ik vooral heel blij dat we weer fysiek bij elkaar zijn. Een jaar later dan dat we eigenlijk gepland hadden. We gaan het vanavond hebben over eten. Food for thought, zeggen de Engelsen dan. We gaan vanavond in gesprek met prominente gasten over het onderwerp voedsel en de noodzaak van de voedseltransitie. Dat thema is eigenlijk nog net zo actueel als vorig jaar. Mijn naam is Femke Dingemans, ik ben directeur van de Brabantse Milieufederatie. Ik ben vanavond jullie gastvrouw en word erbij ondersteund door Raya Gerlach, directeur van Tilburg Sustainability Center. En samen met studievereniging Asset en Studium Generale organiseren we ieder jaar een warandelezing over een actueel maatschappelijk thema. En vanavond is er dus de voedseltransitie. Het is ook deze editie weer gelukt om inspirerende sprekers voor u te regelen. We gaan op culinaire reis door het Brabantse voedsellandschap met de volgende gasten. Jaap Korteweg, oprichter van de vegetarische slager en tegenwoordig werkzaam voor Those Vegan Cowboys. Elise Lemke-Straver, gedeputeerde voor de provincie Noord-Brabant voor onder meer de thema's landbouw, voedsel, bodem en brede welvaart. En we gaan in gesprek met Arjen Stegeman. Hij is hoogleraar gezondheidszorg bij de Universiteit van Utrecht. We hebben afgesproken dat we je en jij tegen elkaar zeggen. We houden het informeel vanavond. En iedere spreker krijgt direct 10 minuten de tijd om een presentatie te geven. En tijdens die presentatie kunt u vragen stellen aan de sprekers. We gaan direct uitleggen hoe dat werkt. Na de presentaties gaan we met de 3 sprekers nog in gesprek over de belangrijke vraag: hoe kunnen we ons voedsel duurzamer produceren? Maar ik geef nu eerst graag het woord aan Reijer. Dank je wel, Femke. Voordat we de sprekers aan het woord laten, willen we graag meer weten over jullie. Gedurende de avond maken we gebruik van Multimeter, de welbekende online tool. En wat je moet doen, je pakt je mobiele phone, je smartphone, je surft naar www.mentimeter.com en dan vul je de code 79228660 in. En ik ga al naar de eerste vraag, maar die code blijft op het scherm staan, u hoeft zich daar geen zorgen over te maken. Zou ik nu mijn... Ik ben benieuwd hoe divers onze groep vanavond is. Hoe omschrijft u zichzelf? Vooral veel flexitariërs, die hebben diversiteit binnen zichzelf verenigd. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. Gelukkig hebben we ook wat Bourgondiërs. Dan kunnen we kijken of het vleesloze vlees ook voor Bourgondiërs te verteren is. Aardig wat vegetariërs. Niet zoveel pescotariërs en klimaatariërs. Ik ben benieuwd of degene dan dadelijk bij het drinken kan uitleggen wat dat precies is, want wij hadden dat erbij gestopt, maar we weten zelf niet precies wie we eronder moeten categoriseren. Hij loopt nog steeds. Dan gaan we nu, denk ik, voor naar de volgende vraag. Zijn er nog... Als u het nog niet gelukt heeft, dan... Gaat hij automatisch als u alsnog bent ingelogd naar de volgende vraag door. De tweede vraag is: waar woon je? Dit is voor mij een test voor mijn geografie. Ik ben niet in Brabant geboren, dus ik ben benieuwd hoeveel van de plaatsen die hier komen ik ken of niet. En hoe laat ik hem nou scrollen? Oké, ja, vooral veel Tilburg. Gelukkig ook nog wat uit Eindhoven en uit Arnhem. Uit Doorn, dat is toch ook een aardig eind weg. Hartstikke welkom. Heel leuk dat u van heindever bent gekomen voor deze avond. Ziet u een plaats waarvan u zegt, nou, dat is wel echt heel ver?
Nou, het begint nu bij de plaats te komen die ik niet meer ken. Gelukkig eindigen we met Tilburg. En we zijn ook benieuwd wat voor werk u dagelijks doet. Student, daar hebben we gelukkig op de universiteit aardig wat van. Bestuurders hebben er helaas ook aardig wat van, daar ben ik er eentje van. En ook hier zien we toch een grote diversiteit. En ik vind het ook erg leuk om te zien dat we veel vrijwilligers onder ons hebben en ook agrarische ondernemers. Dat is ook erg prettig, want zij moeten uiteindelijk de transitie dragen. Dan gaan we naar de volgende vraag en dat is, wat hoopt u eigenlijk hier vanavond mee te krijgen? Zo, u bent een leergierig volk. Dat is natuurlijk wel heel fijn, want dat is waar wij als universiteit ook op hopen te kunnen leveren. En wij hopen dat wij vanavond aan deze vraag helemaal kunnen voldoen. En wat betreft voetbaloptie, denk ik dat als u maar lang genoeg zoekt, dat u vast toch wel ergens een kanaal zou kunnen vinden. Maar ik denk dat dat toch gezelliger is hier. Oké, Reijer, dank je wel. En dank jullie wel voor jullie antwoorden. Leuk om jullie op deze manier iets beter te leren kennen. En het is ook leuk voor onze sprekers om te weten wie hun publiek vanavond is. Vanaf nu kunnen jullie via Mentimeter, dus houd de telefoon bij de hand, ook vragen stellen aan onze sprekers. Ook tijdens hun presentatie, dus doe dat vooral. Reijer zal die vragen allemaal op zijn scherm krijgen. En die zal er een paar uitpakken om na de presentatie te stellen aan onze sprekers. Dan gaan we nu over naar de presentaties. En beginnen we met Jaap Korteweg. Een boer uit het Brabantse Zevenbergen. Nuchter, ambitieus en eigenwijs. Zo wordt Jaap Korteweg omschreven door biograaf Jeroen Siebelink. En ambitieus is Jaap Korteweg zeker. Want na het succes van de vegetarische slager is nu zijn missie om koeloze melk te maken. Geen melk van haver of soja, maar melk op basis van gras. Zoals een koe dat doet. Maar dan zonder koe. Geef hem een groot applaus, Jaap Korteweg. Ja, dankjewel Femke. Nou, we zijn aangekondigd als inspirerende sprekers, dus dat kan alleen maar tegenvallen, mensen. Ik ga hier zitten, want ik ben een beetje wiebelig, hartstikke verkouden. Maar goed, ik denk, laat het niet voorbij gaan. Dus ja, ik moest mezelf een beetje vermannen om te komen. En dat is ook een beetje het thema van mijn verhaal. Ik heb hier wat op papier gezet. Over de toekomst van het voedsel. Hè, waar willen we naartoe? En dat begint volgens mij met een wens. En als je kijkt naar wat mensen daarover wensen, dan is dat volgens mij al heel oud. Hetzelfde, of al heel lang hetzelfde. Hè, de Hof van Eden, het paradijs. Ik ben zelf niet gelovig, maar wel opgevoed met de Bijbel en de Bijbelverhalen. En dat is natuurlijk een prachtig verhaal. Hè? Het begin, de schepping, Adam en Eva die in de Hof van Eden rondlopen. En nou ja, waar christenen hopen dat ze weer naartoe gaan, het paradijs. En hoe ziet dat eruit? Nou ja, daar is alles pijs en vree. Hè? De lam en de leeuw die leven daar vreedzaam naast elkaar. Die eten elkaar niet op. Mensen hoeven niet te zwoegen en te zweten en te zaaien. Maar vooral oogsten, gewoon plukken uit een tuin hè, waar het allemaal vanzelf groeit. Dat is eigenlijk wel wat we willen. Als we dat beeld, als we daar ons een beeld van vormen, dan zijn dat geen monocultures, hè, afhankelijk van kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen. Dan is dat ook geen megastal, ook al is het met vrije uitloop en 5 sterren en supercomfort. En ook al leven de kippen in plaats van 6 weken, 12 weken. En de varkens in plaats van 6 maanden, 12 maanden. Dat is het niet. Hè? Dat zit daar niet in. En ook al worden ze met een luchtgeveerde elektrische taxi naar het slachthuis gebracht, dat is niet het beeld. Hè? Dat gebeurt helemaal niet, dat is voorbij.
En dat is een beetje het punt, hè, dat verman ik begon daarmee. En dat is ook wat mensen natuurlijk, wat mensen veel moeten doen. Het is, nou ja, het is vooral mannen natuurlijk, die moeten dat lastige, dit soort lastige dingen worden toch wel vaker mannen overgedragen. Maar in het paradijs hoefde dat niet, dan was het gewoon leven en laten leven. En als je daarover praat met mensen, hè, voor mij was de reden om 100% vegetariër te worden, na een worsteling van jaren. Het moment dat ik op mijn boerderij een natuurgebied had ontwikkeld, een waterberging. Ik was dan ook biologisch boer geworden en ik dacht, ik ga daar gewoon een paar kippen en een paar varkens houden. Misschien een koe. En die mogen wel in een natuurlijke omgeving, zo natuurlijk mogelijk leven. Ik ga daar goed voor zorgen, helemaal mee verbinden met mijn gezin. Die mogen misschien wel 5 jaar oud worden. Helemaal perfect, beter kan het niet voor zo'n dier. En dan schiet ik hem dood. En dan slacht ik hem en dan eten we hem op, stop ik hem in de vriezer. Maar zover is het nooit gekomen, want ik realiseerde me dat dat natuurlijk nooit ging werken. Als je gewoon met je gezin 5 jaar naar 2 varkens hebt gekeken, in je achtertuin, ook al is het een prachtige, ruime, natuurlijke omgeving, dan ga je ze niet doodschieten en opeten. Je zou jezelf moeten vermannen om dat te doen. En voor mij was dat de reden om helemaal te stoppen met het vlees. Want als dan de meest optimale manier niet werkt, waarbij je helemaal verbonden hebt, waarbij die dieren een zo mooi mogelijk leven hebben gehad, ja, dan werkt het dus eigenlijk nooit. Je moet bewust afstand creëren om dat voor elkaar te krijgen. En het werd ook heel helder, laatst met het nieuws over de Brexit, de gevolgen daarvan. Hè, dat in de UK, in Engeland, daar zijn ze bang dat ze met de kerst geen kalkoen hebben. Omdat er natuurlijk door Brexit, de Oost-Europeanen kunnen daar niet meer werken. En dat zijn de mensen die het werk doen in de slachthuizen. Niet alleen in Engeland, maar ook in Nederland en eigenlijk in alle Europese landen. Zelf willen we dat niet doen. En die mensen die in zo'n slachthuis werken, moeten zich ook vermannen. In het begin waarschijnlijk. En op een gegeven moment went het. Hè? En dan ben je daarvoor gehard en dan kun je dat werk gewoon doen. En datzelfde geldt voor kippen vangen, hè? Voor al dat werk. Ik denk wanneer we ons een beeld vormen van de toekomst van het voedsel, dan zou dat niet nodig moeten zijn. Maar goed, we willen wel die producten. Hè? Geen megastallen, maar wel die heerlijke vlees- en zuivelproducten. Nou, dat is precies de reden dat ik toen na dat experiment, dat gedachte-experiment met die paar varkens in mijn achtertuin, begonnen ben met de vegetarische slager. Omdat ik me dat kon veroorloven en omdat ik het idee had en tijd en geld. Ook al gaf ik mezelf weinig kans van slagen. En nu de vegetarische slager verkocht is, doorgegaan ben met de veganistische melkboer. Hetzelfde kunstje hoop ik, maar dan met zuivel. Om van gras, eigenlijk te imiteren wat er in een koe gebeurt, om van gras melk te maken en dan identiek. Hè, dus de eiwitten, identiek zoals ze ook in de koemelk zitten, met micro-organismen. Ik ben er ruim, al bijna 2 jaar, januari 2 jaar geleden mee begonnen. En het gaat, er worden stappen gezet. Hè. En het lukt al om die melkeiwitten te maken met die micro-organismen. Nog lang niet op een commerciële schaal, maar het lukt wel. En er worden stappen gezet om dat te verbeteren. En wat we nu doen is, Wild Westland, dat is een merk wat we nu op de markt hebben samen met Westlandkaas van Old Amsterdam. Die benaderde ons toen we begonnen waren met dat melk uit gras maken zonder koe. Ze wilden er graag in investeren. Daar hadden wij op zich geen interesse in. Dat was ook niet nodig. Maar toen hebben we gezegd, wat kunnen we nu doen? En onder Wild Westland brengen we kaaskopie op de markt met wat er nu beschikbaar is aan ingrediënten. Qua voedingswaarde is dat absoluut niet vergelijkbaar. Maar qua smaakbeleving komt dat aardig in de richting. Getuigen de reacties van gebruikers. Als het over voedsel gaat, heb ik zo nog een paar dingen opgeschreven. Waar ik even kort over wil hebben, misschien straks in de vragen nog op terug kunnen komen. Wat je vaak hoort, ik ben natuurlijk zelf boer, 9e generatie boer. Wat doen we dan met die grond? Hè? Nu wordt 80% van het landbouwareaal wereldwijd wordt gebruikt voor de veehouderij. Voor vlees en voor zuivel. Terwijl het maar 20% van de calorieën brengt. Omgekeerd telt dus dat op 20% van het landbouwareaal wereldwijd, waar direct geteeld wordt voor menselijke consumptie, wordt 80% van de calorieën geproduceerd.
Ik krijg nogal eens de vraag, en in Nederland speelt dat natuurlijk zeker, wat doe je dan met die gronden, hè, als de veehouderij? Wat doe je bijvoorbeeld met het veenweidegebied? Dat is natuurlijk allemaal weiland. Daar kun je geen akkerbouw doen. Wat doen we daar dan mee? En het ligt eigenlijk zo voor de hand. En de naam zegt het al. Het is veenweidegebied. Grote delen in Nederland, dat zijn natuurlijk laagveengebieden of hoogveengebieden. En wanneer we die niet meer nodig hebben, gewoon simpelweg niet meer nodig hebben, omdat we overschakelen op een plantaardig dieet, wat met veel minder landbouwgrond gewoon kan, houden we dus heel veel landbouwgrond over en kunnen die gebieden weer gewoon in hun natuurlijke staat teruggaan. Dat kost natuurlijk duizenden jaren, maar dan kan dat veen weer gaan groeien. En wat gebeurt er als veen weer gaat groeien? Daar wordt er CO2 in opgeslagen, dat is precies wat we natuurlijk nodig hebben. Het is natuurlijk, wat doen we met die gronden? Ja, mooier kan het eigenlijk niet zijn. Laat het weer gewoon veen worden. En dat is ook wel een beetje mijn kritiek op het natuurbeleid, zoals dat nu gevoerd wordt. Toen dat veen afgegraven is, in de late middeleeuwen, toen ontstonden de heidevelden, schrale heidevelden. Maar dat is natuurlijk niet de natuurlijke situatie. En je ziet dat nu natuurorganisaties met kunst en vliegwerk in stand houden, met heel veel verbruik van energie, om dat te verschralen, hè, af te voeren, noem maar op. Maar eigenlijk moet je dat natuurlijk gewoon loslaten. Als je klimaatvriendelijke natuur wil realiseren, dan moet je daar gewoon van afblijven. En dan moet je daar zoveel mogelijk laten groeien. Er zit veel stikstof in de lucht, in de atmosfeer. Er zit veel CO2 in de atmosfeer. Dus laat daar gewoon die planten maximaal op groeien en laat die planten dat opslaan en vastleggen in veen of in humus in de grond. Maar goed, dan moeten we wat anders ook aan gaan kijken tegen natuur. Hè. Niet zozeer van wat vinden we mooi, maar wat is gewoon nuttig. Een ander ding is, en eigenlijk doen we dat min of meer met wat we nu doen ook met gras, hè, om daar melkeiwitten van te maken. Dat dier is nu vaak gebruikt als een soort tussenstap om zeg maar voor de mens niet verteerbare vegetatieplanten te gebruiken. Dus bijvoorbeeld een olifant kan hout eten en een mens kan olifant eten. Maar het is nu mogelijk met nieuwe kennis van enzymen en van micro-organismen om die olifant te vervangen door een proces. En om dat hout om te zetten in voor mensen geschikte voeding. En hetzelfde geldt met gras. Wij kunnen geen gras eten. Hè, maar het is dus mogelijk met micro-organismen, met nieuwe kennis, om dat gras om te zetten zonder koeien in voor de mens geschikte voeding. En dat is heel interessant, want dan krijgen we een andere situatie. Wat we in het verleden gedaan hebben met landbouw, en tot nu toe, is dat we gewassen hebben veredeld, monocultures hebben gesticht, met die kunstmest- en bestrijdingsmiddelen nodig hebben die vrij kwetsbaar zijn. Ook weinig mogelijkheden zijn monocultuur voor biodiversiteit. Dat is nu hoe de voedselvoorziening eruit ziet. Maar wanneer we in staat zijn om ruwe vegetatie te oogsten, gewoon natuur te oogsten, en dat om te zetten in processen voor de mens geschikte voeding, dan krijgen we natuurlijk een veel robuustere en natuurlijkere landbouw. Dan is dat eigenlijk geen landbouw meer, dan is dat gewoon natuur wat we oogsten. Hè, zonder dat we dat hoeven te bemesten, zonder dat we dat ingewikkeld hoeven te doen. Dan zit de ingewikkeldheid in het proces wat in, nou ja, laten we zeggen, in een fabriek plaatsvindt. Dat zou op zich heel erg mooi zijn als dat lukt. Nog 2 minuten. Hetzelfde geldt voor afvalreststromen. Nu wordt er gezegd, ja, varkens kunnen bijvoorbeeld afvalstromen verwerken tot hoogwaardig voeding, vlees. Maar dat kan dus ook met die micro-organismen en ook nog veel efficiënter. En daar zijn ook al voorbeelden van. In Breda zit een bedrijf Bioscience, die dus die afvalstromen verwerken tot hoogwaardig eiwit voor menselijke voeding. Ik wil nog één getal noemen. En dat is de massa aan gewervelde dieren op aarde. Dat is nu 35% mens, 60% ons vee en 5% zijn in het wild levende dieren. En dan hebben wij het wel eens over een plaag. Nu nog maar 1 minuut denk ik, hè? Ja, nou ja, goed. Misschien kan er straks tijdens de vraag nog wat terugkomen. Maar een ander idee waar ik nu, wat ik eigenlijk geopperd heb in een brainstorm met de provincie over de toekomst van het voedsel en de toekomst van Brabant in het kader van het Van Gogh Nationaal Park. Dat heet Nieuwe Groenten en dat houdt in dat het mij prachtig lijkt als we binnen dat gebied, Van Gogh,
dat we 1000 hectare aaneengesloten zouden kunnen omvormen naar het gewenste Brabant van 2050. In dat gebied wonen dan precies zoveel mensen dan gemiddeld in Brabant in 2050. Dat zouden er 6000 zijn. Die mensen die leven daar zoveel mogelijk zelfvoorzienend. Dus in dat gebied worden genoeg calorieën geproduceerd om die 6000 mensen te kunnen voeden. Nou, dat kan alleen maar als het 100% plantaardig is. In dat gebied wordt alle energie opgewekt die die mensen direct gebruiken, maar ook indirect via hun consumptiegoederen. En als je dat uitrekent, dan is er nog steeds ruimte voor 30% natuur. Wanneer je inderdaad overschakelt op een plantaardig dieet. Dit kan dan 100% biologisch. Dat is mogelijk. En dat is eigenlijk goed nieuws, want in Brabant wonen er 10 keer zoveel mensen dan gemiddeld op de wereld. Dus als je dat omslaat naar de hele wereldbevolking, dan zouden we dus zelfs een wereldbevolking van misschien wel 80 miljard kunnen voeden. Wanneer we het gewoon slim doen. Eigenlijk is dat goed nieuws. Ik denk dat ik gewoon moet stoppen, hè? Want de tijd zit erop. Dankjewel, Jaap. En wie weet straks nog tijdens de vragen. Blijf nog even zitten. Reijer, heb jij vragen voor Jaap binnengekregen? Ja, hartelijk dank. Ben ik te horen? Hartelijk dank aan iedereen in de zaal. Er zijn allemaal mooie vragen binnengekomen. Blijf doorgaan, ook bij de volgende presentaties. Helaas kan ik dus niet alle vragen stellen. Daarvoor zijn er te veel mooie bij. Dus ik neem er een paar die ik zelf leuk vind. Die mogelijkheid heb ik. De eerste vraag gaat over de veenweides. En ik begrijp dat we van gras ook zonder koeien in de toekomst melk kunnen gaan maken. Moeten we onze veenweiders niet gebruiken om heel veel vegan milk te gaan exporteren, om exportkampioen te worden voor vegan milk als Nederland, in plaats van dat we daar natuur laten groeien? Dat is een keuze. Hè? Ik bedoel, uiteindelijk, het is één wereld, dus het maakt niet zoveel uit of wij nou hier in Nederland die natuur realiseren, of dat in de buurlanden gebeurt. Hè? De Amazone, dat zijn de longen van de aarde, geloof ik. Ik denk dat overal die Brazilianen ook heel goed moeten betalen dat ze dat intact houden in plaats van met het vingertje wijzen. Maar dat maakt op zich niet uit, dat is natuurlijk ook prima. Maar we hebben gewoon veel minder grasland nodig. Want de wetenschappers waar ik me op verlaten heb toen ik het begon, en dat zijn zeg maar senior mensen, Wageningers, zuiveldeskundigen en jonge mensen, alles door elkaar, die gaan ervan uit dat we toch een factor 5 efficiënter produceren. Dus dat we veel minder gras nodig hebben om dezelfde hoeveelheid melk te produceren. Dus we kunnen beide. We kunnen zowel vegan milk produceren en omzet maar in natuur. Het is natuurlijk wel een kans voor Nederland, zuivelland, om inderdaad nog veel meer te exporteren. Hè, wanneer we dat goed doen. En, En een andere vraag is, dus we kennen vlees. We kennen vegetarisch vlees. Maar tegenwoordig hebben we nog een derde categorie. Het is net als met de LHBTGI en ik weet niet wat nog meer. We hebben ook kweekvlees. Hoe kijk je tegen kweekvlees aan in je motivatie om vegetariër te worden? Nee, op zich prima. Dus in het begin was het zo dat voor dat kweekvlees dat er nog kalfserum nodig was, wat ook regelmatig dan gewonnen moest worden. Dat is, geloof ik, is dat in de toekomst niet meer nodig. Dat kunnen ze voor elkaar krijgen. En dan is het prima. Kijk, ik vraag me wel af of het nodig is. Het is natuurlijk complexer dan direct van het plantaardig. Wat wij nu doen, bijvoorbeeld het vlees zoals we het nu maken bij de vegetarische lagen. Ja, dat is gewoon meel van peulvruchten. En dat gaat in een extruder alleen met water. En dan ontstaat die vleesstructuur. Ja, simpeler kan het eigenlijk niet. Dus kweekvlees gaat natuurlijk uit van het idee dat je dan die dierlijke cel nodig hebt om dus die vleesbeleving te krijgen. Nou ja, dat is heel vaak niet meer zo. Maar het is goed dat het geprobeerd wordt. Hè. Ik denk dat alles draagt bij. En we zullen wel zien wat het wordt. Ik zal er zelf niet in investeren in kweekvlees, maar, hè, maar het, goed dat het gebeurt. Is er nog ruimte voor nog een hele praktische vraag uit de zaal? Heb je ook last van koemelkallergie als je vegan milk drinkt van het gras? De allergie zit hem vaak in de lactose, in het suiker. En wat we produceren is het eiwit, dus de casine. Dus dat is een keuze. Hè. Wij zullen daar waarschijnlijk, hoewel lactose, dus even los van het feit dat mensen daar dus allergisch voor zijn, staat ook alweer bekend als een goede suiker, omdat het een trage suiker is. Maar goed, als je natuurlijk lactose intolerant bent, niet. Dus we kunnen daar in ieder geval in voorzien. Hè. Dus mensen die dat zijn, die zullen we zeker kunnen bedienen met lactosevrije. Want het is lactosevrij wat we doen, in essentie. Dus, ja.
Hartstikke goed. Nou, dankjewel Jaap voor de antwoorden. Mag ik een groot applaus voor Jaap Korteweg van Those Vegan Cowboys? Elise Lemkes hield zich als lector bezig met verduurzaming van de voedselproductie, het sluiten van kringlopen en het tegengaan van voedselverspilling. Daarvoor was ze directeur bij de ZLTO en bij Brainport Development. Tegenwoordig is ze gedeputeerde voor landbouw en voedsel, voor brede welvaart en bodem in onze provincie Brabant. Als gedeputeerde is Elise Lemkes verantwoordelijk voor de vernieuwde koers van de landbouw in Brabant. En die koers, ontwerpbeleidskader landbouw en voedsel, is gisteren bekend geworden. We zijn ontzettend blij dat ze hier is. Mag ik een applaus voor Elise Lemkes. Ja, goedenavond allemaal. Dankjewel Femke voor je introductie. Ja, mooi Jaap van het paradijs van Adam en Eva naar het Van Gogh Nationaal Park. Met 1000 hectare. Volop innovatie. En daar mogen we hartstikke trots op zijn in Brabant. Want die innovatie hebben we hier ook werkelijk. En daar ben jij een heel mooi sprekend voorbeeld van. Dus daar zijn we ook hartstikke trots op. De noodzaak van een nieuw voedselsysteem. Dat is het thema voor vanavond. En ik was gisteren bij de opening van de Jamfabriek in Den Bosch. Home to the future of food. Dus een plek waar je kunt innoveren, veel start-ups. En dat vond ik eigenlijk heel erg mooi, omdat het een van de kristallisatiepunten in Brabant is voor die innovatie. We hebben ook een agro-proeftuin De Peel, we hebben een precisielandbouw-proeftuin in Reuzel. We hebben het Foodtech Park Brainport, waaraan een voedseltechnologie wordt gedaan. En we hebben het suikerlab in Bergen op Zoom. En zo kan ik nog wel doorgaan. Dus wij zijn heel erg aan het innoveren. En Femke noemde net al het zojuist verschenen ontwerpbeleidskader. Moet natuurlijk nog door de Staten, ligt nu ter inzage, maar ik zal er uiteraard iets over vertellen. En daar schetsen we eigenlijk een langjarige visie op het landbouw- en voedselsysteem in Brabant, waar erg naar uit werd gezien. Want we doen wel veel, maar waar willen we nou eigenlijk naartoe met landbouw en voedsel in Brabant? Willen we wel ergens naartoe met landbouw en voedsel? Waar koersen we op af? Nou, we hebben een stip op de horizon gezet in 2040 en we zijn terug gaan redeneren naar 2030. En waar willen we dan staan? En daar ga ik zoiets over vertellen. Maar één ding is zeker, we zullen anders eten, we zullen anders koken, we zullen anders kopen. En Brabanders zullen ervaren en beleven dat het echt een ander systeem geworden is. Daar zijn we van overtuigd. Het is toch een soort metamorfose die we gaan doormaken. En daar is ook tijd voor nodig en daar is ook versnelling voor nodig. En dat gaan we doen met elkaar. In essentie gaat het eigenlijk om de vraag, of hebben we ons de vraag gesteld, ook als provinciebestuur, van wat voor landbouwprovincie, landbouw- en voedselprovincie willen, kunnen we en moeten we zijn. Nou, landbouw en voedsel zit in de haarvaten van Brabant, dat weten we met elkaar. En dan ga ik eigenlijk eerst naar de eerste slide, denk ik. Ja. Als je om je heen kijkt, en dan kijk ik niet alleen naar landbouwbedrijven, maar ook naar een bedrijf als Organon, dat eigenlijk op varkens is gebouwd, hè, farmaceutische industrie. Ik kijk naar de hele keten van zaadveredeling tot en met retail, die allemaal vertegenwoordigd zijn in Brabant. En dat maakt ons erg krachtig op dat gebied, ook naar de toekomst toe. We onderscheiden eigenlijk drie fasen. Het is hier begonnen met het ontginnen van de woeste gronden. Kleine landbouwbedrijven, de aardappeleters, om maar eens wat beelden te noemen. Nu zitten we in die fase 2 nog en we gaan dan naar fase 3. Met die efficiënte, hoogproductieve landbouw waar we heel erg trots op mogen zijn. Hè, waar we ook in de wereld voorbeeld mee geven en veel bereikt hebben. Maar we moeten wel naar een fase 3, naar een ander landbouw- en voedselsysteem. En wij vinden dat we als Brabant schatplichtig zijn, in feite, gebaseerd op die rijke traditie, om aan dat voedselsysteem te bouwen. Wat voor landbouw- en voedselsysteem moeten we zijn? We moeten dat zijn omdat landbouw ook en voedsel een kracht zijn van Brabant, een economische kracht. He, als je naar wat cijfers kijkt, 16 miljard euro bijdrage aan het bruto nationaal product, 90.000 banen in die hele keten. Een van de twee grootste topsectoren, naast high-tech is landbouw en voedsel een grootste topsector in Brabant. Het gaat om de hele keten, een derde landbouw, een derde foodprocessing, een derde handel. En een kwart van de 40 internationaal toonaangevende bedrijven op het gebied van landbouw en voedsel hebben hier hun research and development in Nederland. En voor een belangrijk deel ook in Brabant.
30% van de high-tech bedrijven in Brabant levert aan de landbouw- en voedselketen. Dus bij elkaar is dat ontzettend belangrijk voor die economie. We staan een beetje te boek als veehouderijprovincie met alle aspecten die daarbij een rol spelen. Maar vergeet niet dat eigenlijk die plantaardige sector even groot is en de veehouderij begint te overtreffen in omvang. Dus we hebben eigenlijk een hele brede voedselketen, die niet alleen economisch belangrijk is, maar ook maatschappelijk. Als we kijken naar de werkgelegenheid en naar de sociale en maatschappelijke aspecten van die sector in de dorpen en ook in de steden van Brabant. Bijna de helft van de grond is in handen van agrariërs. Dat zegt dus veel over het belang van de agrariër als je kijkt naar landschap en omgeving. Maar we kennen ook de keerzijde. De belasting van de leefomgeving, emissies, bodem, achteruitgang van biodiversiteit, zorgen rondom urgentie of rondom gezondheid. Dus er is wel degelijk urgentie om te veranderen. En dat betekent dus ook echt een systeemverandering. En dan ga ik naar de vraag, wat voor landbouw- en voedselsysteem willen we dan hebben in Brabant? We willen naar een nieuwe balans, economisch, ecologisch, maatschappelijk. En dan gaan we naar een voedselsysteem met 4 kenmerken. Een systeem dat slim is, waarbij we onze high-tech en design competenties benutten, waardoor je kunt monitoren, alles kunt monitoren in de voedselproductie. Zowel in de landbouw als in de productie als ook in de consumptie. Je gaat met data de keten aan elkaar verbinden. Een waardevol systeem, dus met meer toegevoegde waarde. Andere producten en diensten ook die geleverd worden. Circulair, gebaseerd op kringlopen. Want als je plantaardig wilt produceren, zul je toch ook mest nodig hebben. En verbonden, dus verbonden met de samenleving, boer-burger, maar ook de verschillende schakels in die keten onderling met elkaar verbonden. Dat zijn eigenlijk de 4 kenmerken, gedreven door een aantal innovatiefactoren, ontwikkelingen in kunstmatige intelligentie, high-tech, nou, verandering in lifestyle, we gaan anders, ander dieet voeren, persoonlijke gezondheid wordt belangrijker. Natuurlijk de doelen op het gebied van klimaat, biodiversiteit, ecologie. En die circulariteit. En digitalisering gaat er als een satéprikker doorheen. Data, data, data. Ontzettend belangrijk om naar dat systeem toe te kunnen groeien. Dus dit staat ons eigenlijk voor ogen. En als je dan even kijkt naar het profiel van die primaire sector, licht ik het toch even uit. Hoe ziet dat er dan in 2030 uit? Het aantal bedrijven zal dalen. Zo'n 28% wordt gedacht. 5% minder grond zal in gebruik genomen worden door de primaire sector. Er zullen minder dieren zijn, maar toch zal die productiewaarde stijgen, denken we, met zo'n 20%. Dat betekent dat de bedrijven gemiddeld grootschaliger worden. Een derde van de bedrijven zal groot zijn, met meer dan 1 miljoen omzet. 75% van de economische waarde leveren en 1/3 van het grondbeslag in gebruik nemen. Maar de grootste categorie, en daar moeten we voor zorgen dat die er ook blijft, dat zullen die middenbedrijven zijn. Zo'n 45%. Met andere verdienmodellen. Niet alleen vanuit de voedselproductie, maar ook uit het onderhoud van het landschap, uit het waterbeheer, het bodembeheer. Daar zal voor betaald moeten worden. Er moeten verdienmodellen zijn, zodat dat ook die boeren hun bedrijf kunnen runnen. Niet alleen op voedsel, maar ook als landschapsbeheerder en als dienstverlener, zou je kunnen zeggen. Zo zien we dat in ieder geval voor ons. En als je even kijkt, dit is het systeem. En ja, als je dan kijkt naar onze doelstellingen, we willen eigenlijk de meest duurzame landbouw- en voedselsector in Europa hebben met elkaar. Daar hebben we een aantal concrete doelen ook aan verbonden, want anders blijft het allemaal op een hoog abstractieniveau. Dus het staat er gesloten mineralenkringlopen op weg naar een emissieloze landbouw. Nou, een landbouw die bijdraagt aan water, bodem, klimaatdoelen. Dus meest duurzaam, heel belangrijk. Maar ook economisch toonaangevend. Die kracht die we hebben met dat ecosysteem, die willen we ook echt bewaken en bewaren in Brabant. Dat is een groot goed, ook voor Nederland. Met daar ook weer een aantal kernwaarden geformuleerd. We willen die research and development hier houden, een belangrijke motor. We willen meer start-ups, meer vegetarische slagers, zou ik bijna zeggen. We willen een centrum zijn voor smart farming, smart processing, zoals we dat dan in goed Nederlands noemen. Reststroomverwaarding, plantaardige productie, forse instroom van jongeren in dat agrarisch onderwijs, maar ook uit andere disciplines, niet alleen puur agrarisch.
alle boeren digitaal. Dus het meten, monitoren, gebruiken van data. Om te zorgen dat je precies weet waar je het beste kunt zaaien, hoeveel water je kunt toedienen. Hoe je met zo min mogelijk middelen kunt zorgen voor een gezonde groei. Maar waarbij je ook vraaggericht kunt produceren. Als je ook de data krijgt van de consumenten. Wat ze willen en hoeveel ze willen. Scheelt voedselverspilling. Natuurlijk kun je daar ook je reststroomverwaarding mee aansturen. Het buitengebied als een broedplaats voor groene innovatie noemen we dat dan. De derde doelstelling is natuur- en landschapsinclusieve landbouw. Nou, heb ik eigenlijk net al even een beetje op geduid. De boer ook als specialist, hoeder van dat landschap en die natuurwaarde. En ja, de boeren die je kent, die zijn dat eigenlijk van nature. En als ze daar ook gewoon hun brood mee kunnen verdienen, dan doen ze dat ook graag. Nou, daar hebben we best forse doelen gesteld. 500 natuurinclusieve boeren in 2030 en 15% landbouwareaal biologisch. En als u weet dat dat nu 2% is, dan ziet u dat dat een enorme uitdaging is om dat te halen. En 500 natuurinclusieve melkveehouders, dat is bijna de helft van het totaal. En tenslotte gemeenschapsinclusief. Dat heeft te maken met korte ketens, die verbinding boer, burger, voedselproducent. Het heeft met een stukje waardering te maken, maar ook met die gezonde leefomgeving. Even kijken. Tenslotte, wat voor landbouw- en voedselprovincie kunnen we zijn? We hebben alles in huis om te kunnen wat ik net heb gepresenteerd. Waarbij samenwerking natuurlijk een ontzettend belangrijk begrip is. Samenwerking tot en met de consument aan toe. We zijn met ons allen verantwoordelijk voor dat landbouw- en voedselsysteem. Niet alleen de boeren, niet alleen de frietfabriek, niet alleen de supermarkt. Maar ook wij als consument hebben daar een heel belangrijke rol in. Ik geloof er erg in, en als je dan kijkt wat de rol van de provincie is. Dus iedereen heeft die rol. Nou, die heb ik hier samengevat. Dit zijn een aantal. De rol is, die pakken we in een gebiedsgerichte aanpak, hè, want het is echt maatwerk. Hoe kun je zorgen dat in een gebied al die waarden goed bij elkaar komen? We zetten in op natuurinclusieve landbouw, maar evengoed op die moderne kringlooplandbouw. Die willen we faciliteren met het accent op kringlopen sluiten. Dat wil zeggen dat je de basis op orde moet hebben. Je moet innovatie stimuleren. Hè, dat doen we op grote schaal, maar ook op kleine schaal. Landbouw-innovatiebureau, volgens mij heb je daar ook ooit mee te maken gehad, Jaap, in jouw beginfase, met een klein duwtje. Gezonde omgeving, consistente regelgevingen, die blijven we ook voeren in Brabant. We lopen ver voorop in Nederland daarin, maar we blijven dat ook doen. Ondernemersgerichte maatregelen, het moet ook mogelijk zijn voor boeren om dit te gaan doen, en voor voedselproducenten en voor consumenten. En een concurrerend vestigingsklimaat, omdat we die internationale toonaangevende bedrijven met hun R&D hier heel graag willen houden in Brabant, omdat dat toekomst is. Nou, een paar hoofdaccenten dan in dat beleidskader. Natuurinclusief, gesloten kringlopen, die R&D-programma's met innovatieve start-ups en het versnellen van die eiwittransitie, hè, dus naar meer plantaardig toe. Dat zijn een paar hoofdaccenten. Ik geloof er heel erg in dat we dit ook kunnen, want we zijn heel goed in metamorfoses. Ik heb in de 90e jaren, tot en met 2012, aan alle voorlopers aan Brainport mogen werken. Ik weet nog dat ik eraan begon en dat mensen zeiden, maakindustrie, verloren zaak, weg, kom nooit meer terug in Brabant. Ga je richten op dienstverlening. Nou, dat zijn we niet gaan doen. We zijn bij onze roots gebleven en dat is high-tech in die regio Eindhoven. Een hele sterke basis, dus blijf bij je leest. En datzelfde zeg ik eigenlijk ook nu voor landbouw en voedsel. He, gebruik die kracht die je hebt met elkaar. Maar kijk wel naar de toekomst. We gingen van maakindustrie naar een internationale toptechnologieregio. En ik denk dus ook dat we nu naar dat systeem 3.0 gaan. En dat we dat heel erg goed kunnen met elkaar. Ik durf een gedeputeerde niet af te kappen. Maar ik, mijn laatste zin is, transitie vraagt om grote en kleine stappen. En ik denk dat we hanteren eigenlijk beide sporen. Dus we hanteren grote stappen, maar ook die kleine stapjes zijn belangrijk. Mooi. Dankjewel voor je presentatie. Dit is natuurlijk een klein tipje van de sluier van beleidskader. Maar we kunnen het hele document inmiddels vinden op de site van de provincie. Ja. Reijer, heb jij mooie vragen voor Elise binnengekregen? Het duurde in het begin eventjes, maar toen barsten de vragen los. Nou, je mag er drie maximaal stellen, Reijer. Ik ben streng vandaag. Het zijn hele mooie plannen.
Maar de mensen in de zaal vragen zich toch af hoe dit nou praktisch, wat er praktisch gaat gebeuren. Bijvoorbeeld, biologisch boeren, of in ieder geval duurzaam boeren, is op dit moment duurder dan niet duurzaam boeren. Wat gaat de provincie doen om te zorgen dat duurzaam geproduceerd voedsel ook voor gewone mensen bereikbaar is, om te zorgen dat er vraag naar komt, want anders blijven we in deze situatie? Ja. Ons voedsel is veel te goedkoop. Sorry? Ons voedsel is veel te goedkoop. Maar gaat de provincie dan het gewone voedsel duurder maken? Nee, dat gaan we niet doen. Zeker niet, hè, want daar zijn we niet voor en van als provincie. Maar wat we wel doen, als je kijkt bijvoorbeeld naar natuurinclusief en biologisch, dat ligt natuurlijk ook best wel dicht bij elkaar. Wij maken het mogelijk om onder gunstige voorwaarden langjarig grond te pachten en zo extensief te kunnen boeren. We zijn ook aan het kijken of we toch iets van een transitiefonds kunnen maken, zodat je hebt 2-3 jaar nodig om om te schakelen op biologisch. Nou, dat krijg je vaak niet gefinancierd. Nou, dat soort praktische mogelijkheden zijn we aan het kijken om dat te stimuleren. En wat ook heel bijzonder eigenlijk is, we hebben nog eigenlijk geen goede agrarische biologische landbouwopleiding. Nou, daar gaan we aan trekken om dat voor elkaar te krijgen. En toch in de verlengde van deze vraag, sommige mensen maken zich zorgen, die zeggen van de landbouw is heel belangrijk. Maar we kunnen proberen met subsidies of mooie regelingen, biologisch boeren of anders duurzaam gerecycleerd boeren aantrekkelijk te maken. Of vleesloos boeren aantrekkelijk maken. Maar we horen ook dat als we gewoon de prijs zouden moeten betalen, dus eigenlijk als we alle subsidies af zouden schaffen op niet duurzaam boeren, dat het probleem dan ook opgelost zou kunnen worden. Waarom doen we dat niet gewoon? Ja, we zitten natuurlijk in een systeem, zeg maar even, dat je niet, een groter systeem, zal ik maar zeggen, dat je niet zomaar verandert, hè, een Europees systeem. Maar daar zie je natuurlijk ook grote veranderingen in. Hè. Van inkomenssteun gaan we over naar het belonen voor duurzaam boeren. Dat is de grotere beweging die gemaakt wordt. Dus we gaan met z'n allen die richting uit in ieder geval. Ja. Mag ik nog één vraag? Een favoriete vraag, Rijn. Dankjewel. Dan één vraag, die koppelen we aan Jaap's presentatie. Ja, als we toch duurzaam willen, één onderdeel van duurzaam is toch vaak terugkeren, minder dieren. Mm-hmm. Heeft de provincie toch uiteindelijk, durft de provincie te zeggen dat we een doelstelling hebben om minder dieren te hebben? En zo ja, hoeveel minder dieren in Brabant in 2030? We hebben geen doelstellingen van minder dieren. Autonoom zal het aantal dieren rap afnemen. He, door allerlei ontwikkelingen die er zijn. En ja, uiteindelijk zal dat systeem laten zien wat er gebeurt. Dat is geen doelstelling op zich. Helder antwoord. Mag Dank ik een groot applaus voor Elise Lemkes. Arjan Stegeman is epidemioloog en hoogleraar diergeneeskunde aan de Universiteit Utrecht. Daarnaast is hij vicevoorzitter van het Outbreak Management Team Zoonose. Ik moet het goed zeggen. Hij was nauw betrokken bij de onderzoeken van coronabesmettingen bij Netse houderijen. Hoe kan volgens hem de landbouw duurzamer? Welke noodzaak ziet hij vanuit zijn expertise? Mag ik een applaus voor Arjan Stegeman. Dank je wel. Ja, als dierenarts en representant van dieren, misschien ben ik hier een wat vreemde eend in de bijt, maar desalniettemin ben ik hier graag. En mijn belangrijkste boodschap is dat ik als dierenarts eigenlijk wil proberen te voorkomen dat het dier niet klem komt te staan in de kringloop, want dat is dan waar onze vrees ligt. Dit plaatje dat Jaap Korteweg refereerde er ook al naar, dat is ik denk goed om je nog een keer te realiseren hoe groot de veehouderijsector is wereldwijd. Dus dit was wat Jaap aangeeft en dan relatief getekend naar de grootte zoals ze er zijn. Dus dat betekent 36% van de biomassa van zoogdieren die er is op de wereld zijn mensen. 60% is vee en maar 4% is eigenlijk wat we wilde dieren zouden noemen. Bij de vogels is dat ietsje anders, omdat natuurlijk mensen daar niet meedoen. Maar daar is nog steeds 70% van de biomassa die er is pluimvee. En dit is eigenlijk dan nog in de situatie dat we alleen in de westerse wereld veel dierlijk eiwit op ons menu hebben staan. Op het moment dat je
dat ook de ontwikkelende wereld, in Azië zie je dat nu al gebeuren en in Afrika dezelfde hoeveelheden dierlijk eiwit zouden gaan eten dan als wij, dan kun je je voorstellen dat dat de draagkracht van de aarde te boven gaat. Met dit plaatje van 36% van de mens vind ik het overigens niet zo'n goed idee wat Jaap aangevonden naar 80 miljard mensen te gaan en die te gaan voeden. Want dat heeft denk ik weer andere nadelen die we ook niet zouden willen. Nou, daar komt bij alle zaken als broei, dat het een belangrijke bijdrage levert aan de broeikasgasemissies. Stikstof, fosfaat lezen jullie ook dagelijks in de krant. Met andere woorden, hier moet wat veranderen. Dat is ook bij de landbouw in Nederland en in Europa doorgedrongen. En de oplossing daarvoor wordt de kringlooplandbouw, los van het grasverhaal. En in die kringlooplandbouw, ik moet even terug, worden dieren gevoerd op reststromen van de voedingsindustrie, reststromen van huisafval en op de graslanden, zolang ze niet door Jaap allemaal geconfiskeerd worden voor het maken van in vitro melk. En ook in Wageningen heeft Hanna van Santen uit de groep van Imke de Boer uitgerekend dat als je in zo'n systeem ontwikkelt waarin je dat hebt, dat je dan eigenlijk het meest efficiënte gebruik maakt van je landbouwgronden. Dus op het moment dat je die dieren doet, heb je het geringste landbouwareaal nodig om in de voedselproductie te voorzien. En dit zou dan neerkomen op, voor mensen die dan echt van cijfers houden, dat we ongeveer 20 gram dierlijk eiwit kunnen blijven consumeren. Dit is ook in Den Haag natuurlijk doorgedrongen. Die hebben daar prachtige visies over gemaakt. Landbouw en natuur waardevol verbonden en streven ernaar om Nederland koploper te maken in die kringlooplandbouw. En ook de Europese Unie heeft daar in de Green Deal, de Farm to Fork strategie, op ingezet. Waar bijvoorbeeld richting de biologische houderij al als ambitie voor 2030 25% aangegeven is. Dus dat is... dat is allemaal heel mooi. Maar mijn vraag is richting de dieren. Worden die er nu echt veel beter van op het moment dat we van een systeem gaan waar we nu heel erg in zitten, dat we op kostprijsefficiëntie zitten, naar een systeem gaan waar we heel erg naar grondstoffenefficiëntie moeten gaan? En vanuit de dierkant is daar wel iets over te zeggen. Ik ben dierenarts en ik... werk bij de faculteit diergeneeskunde in Utrecht en daar nemen wij, geloven, maar dan kom ik weer zo bij die hemel, daar had ik een heel ander beeld van trouwens, maar ik zat bij een andere kerk dan jou, Jaap. Dat leek het altijd of je alleen maar mocht zingen, dus het leek mij als jongetje dodelijk saai, maar dat kan ongetwijfeld ook anders. Maar wij nemen daar eigenlijk het One Health principe als uitgangspunt voor... voor ons handelen, voor het onderzoek wat wij doen. En in het One Health, in die One Health benadering ga je er echt van uit dat de gezondheid van mensen, de gezondheid van dieren en de gezondheid van het ecosysteem onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Verander je iets aan het een, dan heeft dat altijd consequenties voor het andere. Als iemand een vleermuis in Wuhan naar de markt brengt, dan kan dat de gezondheid van de hele wereld verstoren. Om maar eens een heel duidelijk voorbeeld te geven. En in die optiek is ook duurzame landbouw een onderdeel van dat One Health principe. Dat zou daar ook in moeten passen. Dat betekent dat ik ook graag een integrale oplossing in die duurzaamheidsdiscussie zou willen hebben. En ik kijk dan natuurlijk alleen van de kant van de dieren, omdat dat is het enige is waar ik verstand van heb. En als we daar kijken, dan hebben we namelijk in het verleden te vaak naar enkelvoudige oplossingen gezocht, die vervolgens eigenlijk weer meer problemen brengen dan dat ze opgelost hebben. En een voorbeeld vanuit het dierenwelzijn, wat we allemaal denk ik heel belangrijk vonden, was het oplossen van de legbatterijen bij de kippen. Wilden we natuurlijk al graag doen, dus daar zijn vervolgens de scharrelsystemen en de uitloopsystemen door ontwikkeld. Maar vervolgens zien we ons nu geconfronteerd met mensen die rond dit soort stallen wonen en allemaal longontstekingen hebben. Is in Brabant denk ik ook een probleem waar onderzoek naar gedaan wordt. In die stallen zijn heel erg... bevattelijk voor de bloedmeid, wat ons de fipronilcrisis opgeleverd heeft. En bij de uitloopbedrijven weten we dat ze een 6 keer hogere kans op vogelgriep hebben. Dus met andere woorden, als je er cynisch naar kijkt, zeg je van we hebben 1 probleem opgelost en we hebben er 3 voor teruggekregen. En misschien is dat bij toekomstige oplossingen niet iets wat je niet meer zou willen.
Dus vandaar mijn oproep om naar die duurzaamheidsdiscussie in de landbouw, en ik kijk er alleen maar naar vanuit de dieren, echt ook op een goede duurzame manier naar te kijken. Want anders lopen we daar weer in precies dezelfde valkuil. We hebben het net gehad dat we reststromen moeten gaan voeren aan dieren. En ja, varkens zijn natuurlijk ooit gedomesticeerd omdat ze onze kliekjes in onze dorpen op moesten ruimen. Die rol moeten ze weer terugkrijgen. Maar we zien wereldwijd dat dat tot grote problemen kan leiden. Op het ogenblik is er een grote epidemie van Afrikaanse varkenspest wereldwijd gaande. Die bijvoorbeeld alleen in China al tot honderden miljoenen dode varkens geleerd heeft. Stel je dat eens bij elkaar voor. Nou ja, dat is ook een van de redenen waarom bijvoorbeeld in Europa nu het voeren van keukenafval aan dieren, aan varkens verboden is. Het feit dat bijvoorbeeld die ziekte ook in Oost-Europa, zelfs tot in Duitsland al voorkomt, ja, is misschien ook de vraag of de Europese Unie zo snel in staat zal zijn daar die wetgeving voor te veranderen. Dan zou je kunnen zeggen, ja, als je het maar voldoende verhit, dan is dat wel goed. Maar ja, een andere ziekte, de gekke koeienziekte, die in ieder geval de ouderen onder jullie misschien nog wel kunnen herinneren. Die geeft aan dat dat ook gewoon niet de oplossing is. Want daarin moest je het product tot 160 graden verhitten om het eiwit wat het veroorzaakte te doden. Nou ja, misschien dat voor vegetarisch vlees goed is, maar van gewoon vlees blijft niet veel over als je dat op die manier gaat verhitten. Het zit ook niet alleen bij de ziektekiemen die zich in zo'n systeem kunnen verspreiden. Ook allerlei andere stoffen zoals toxinen, schimmeltoxine hebben we gezien, dioxines, hormonen kunnen in zo'n systeem rondgaan. En dit zijn allemaal gevallen die we echt gezien hebben in de kranten, vandaar ook de artikelen erbij. En dan wordt een kringloopsysteem ook gewoon een gevaarlijk iets. Hè? Want heb je op een gegeven moment zoiets in een kringloop, dan heb je het er niet zomaar weer uit. Het kenmerk van een kringloop is dat het rond blijft gaan en in het systeem blijft zitten. Dus het kan zich dan makkelijk opstapelen in het milieu. Dus dat zijn zaken die geadresseerd moeten worden vanuit de diergezondheidsoptiek. Ook vanuit de dierenwelzijnsoptiek zijn er zaken die geadresseerd moeten worden. Want nu halen wij voor Nederlandse productie bijvoorbeeld 30%, voor het voeren van al het vee in Nederland is nog 30% landbouwareaal buiten Nederland nodig. Dat komt dan met name uit Zuid-Amerika en Azië. En zodra we dat niet meer doen en we gaan die beesten op rantsoen zetten van marginale graslanden en reststromen hier, dan is het maar de vraag of ze die productie die ze nu halen, of ze die nog wel kunnen halen. Dit geeft de toename weer in de melkproductie van Nederlandse koe van 1950 tot 2018. Dit is hoe een kip er in 57 uitzag op dezelfde leeftijd als diezelfde kip in 2005. Om maar eens te zien wat voor groeipotentieel en productiepotentieel er aan die dieren gegeven is. En dat is bij de gratie van het feit dat ze gewoon een heel goed uitgebalanceerd dieet gekregen hebben. Dus het is maar de vraag of dat zomaar omkeerbaar is. Ja, dat ga ik redden hoor. Dus dit zal leiden tot minder productie, is de insteek minder rendement en grote risico's op maag-darmstoornissen en stofwisselingsstoornissen. En wellicht ook tot minder reducties dan onze minister zou willen. Dus vandaar mijn pleidooi om ook bij die herziening van het voedselsysteem goed naar de dieren te kijken in de One Health Circle. Dus dat je kunt nu zeggen van ja, alles is nu een stikstofprobleem, want anders kunnen we geen huizen bouwen, of alles is nu een fosfaatprobleem. Maar denk je wel, op het moment dat je eenduidig daar die aandacht aan gaat besteden, dan kom je misschien tot weer hele grote problemen bij de dieren of bij de mensen uit. Dus in die zin pleit ik hier voor een integraal concept, een One Health veehouderij, waarbij het niet alleen het milieu gezond is, maar ook de dieren gezond, de veehouder financieel gezond, want dat is natuurlijk ook al een paar keer genoemd. Ik sta hier echt niet de veehouders te verwijten, want ik denk dat die ook gewoon een slaafgemaakte zijn van het systeem waarin ze produceren en het wellicht ook graag anders zouden hebben. Consumenten gezond en de omwonenden gezond, en dat is het ideaalbeeld wat ik dan voor mij zie. Ik dank u wel. Dankjewel Arjan. Okay. En dan meteen applaus van de zaal en hopelijk ook vragen uit de zaal, Reijer. Ja, maar ik merk wel dat wetenschap moeilijk is. De vragen zijn wel een stuk minder, dus je kunt nog vragen insturen. Maar toch, één vraag die ik heb is, ja, als wetenschapper,
geef je ons weer allemaal problemen, one health, en we moeten de one health voor de dieren en voor de mensen en de natuur moeten we met elkaar vergelijken. En als je het ene beter doet, dan doe je het andere weer slechter. Dat deed me denken aan het verhaal van Jaap, waar hij mee begon. Dan wil je het ideaal doen, blijkt het toch niet goed te zijn. Dan toch dus een vraag als aan jou. Kun je ook een simpele win-win verbetering geven op basis van je kennis? Nee, maar volgens mij is dat denk ik ook de boodschap die ik wil brengen. We leven in een wereld waarin iedereen graag simpele oplossingen voor problemen heeft. Dit is gewoon echt een ongelooflijk ingewikkeld probleem. Dus daar zijn ook gewoon geen simpele oplossingen voor. Kijk, we willen als samenleving eigenlijk alles tegelijk. Hè? Dus je zegt van, en ik wil bijvoorbeeld als ik weer naar dieren ga, een uitloopkip. Maar ik wil niet dat ik een hoger risico loop. Ik wil niet dat die kip een hoger risico loopt. Ik wil toch dat de CO2-footprint van dat dier net zo laag is als van die intensief gehouden dier. Ja, de biologische wetten die maken gewoon dat niet samen kan. En dat is ook gewoon een realisatie die we moeten hebben. Uiteindelijk, ik zat van de zomer, ik weet niet, jullie hebben misschien het boek ook wel gelezen van Charles Mann. Dat is een onderzoeksjournalist uit de Verenigde Staten die een aardig boek om te lezen. Het heet Wizard or Prophet. En die twee beelden naast elkaar zitten, hè, daar worstelen we natuurlijk ook mee. Aan de ene kant het beeld van, het moet ecologisch zijn en we moeten onze consumptie naar beneden zetten, want anders gaat de hele wereld naar de kloten, is dan het ene beeld. En het andere beeld is, we lossen het allemaal technologisch wel op. Dat eerste vind ik ook te pessimistisch, maar gewoon het feit dat we het allemaal technologisch wel op gaan lossen, dat gaat volgens mij ook gewoon niet gebeuren. Dus het zal toch een goede samensmelting zijn. En het tussenbeeld daarin is helemaal treurig, Jaap. Dat is dan dat het inderdaad explodeert tot 80 miljard en dat we allemaal eraan gaan. Maar toch uit de zaal. Het beeld dat ontstaat is, de wetenschapper doet een onderzoek. En het resultaat van het onderzoek is, er is meer onderzoek nodig. Dus als je nou toch de kans zou krijgen om advies te geven voor het beleid voor de provincie, voor de komende 5 jaar, kun je dan toch ook zonder meer onderzoek te doen, nu al praktische adviezen geven? Ik denk dat er ook gewoon voor de inrichting al best een hoop te weten is. Ik denk dat we bijvoorbeeld vanuit mijn optiek, mijn expertise wat met name de infectieziekte bij dieren is, dat er gewoon een aantal kerngebieden in Nederland zitten waar gewoon de dichtheid van bedrijven en dieren gewoon te hoog is en naar beneden zou moeten tot een niveau dat je in ieder geval verspreiding van kiemen niet meer kunt krijgen. Dat is ook waarom je op een gegeven moment verspreiding van COVID bij Netsen kreeg, omdat het gewoon in die concentratiegebieden dat gewoon toch niet te houden is. Dus dat is al één advies wat ik dan de gedeputeerde mee zou kunnen geven. Dankjewel. Mag ik een applaus voor Arjen Stegeman? Het kwam al even aan de orde zojuist bij de verschillende sprekers. Het voedselsysteem zoals we dat nu kennen in Brabant piept en kraakt aan alle kanten. Onze huidige manier van voedselproductie kan eigenlijk niet langer op deze manier. De intensieve veehouderij zorgt voor zoveel stikstofuitstoot dat het natuur in Brabant onherstelbaar beschadigt. En in gebieden met intensieve veehouderij vermindert de biodiversiteit, neemt de drinkwaterverontreiniging toe en de luchtkwaliteit af. Een voedseltransitie is dus noodzakelijk. Maar hoe ziet de toekomst eruit? Hoe kunnen we samen invulling geven aan die voedseltransitie? Wat betekent dat voor agrarische ondernemers, voor overheden? Wat betekent dat bijvoorbeeld voor ons als consument als we in de supermarkt staan? Daarover ga ik graag in gesprek met onze 3 sprekers. Hou Mentimeter bij de hand om nog vragen te kunnen stellen. Maar voordat we dat gaan doen, hebben we ook nog een vraag aan het publiek. Ga je. Jullie kunnen nu op de Mentimeter jullie antwoord geven op de vraag wat nou eigenlijk jullie favoriete gerecht is. En dan kunnen we straks bekijken of dat nog beschikbaar is over 10 jaar. Dat gaat heel mooi. Ik denk dat vegetarische worstenbroodje er wel komt.
Ja, en nou verraadt mijn achtergrond mij. Ik weet niet of die asperges in een vegetarisch hamlapje moet worden gewikkeld. Asperges op zijn Brabants is met ham en eieren, hè? Dat weet je. Ja, ja, dus nee, ik dacht wel, vegetarische ham vegetarisch. Eromheen. Met boerenachterham volgens mij. Even kijken. En het nieuwe bedrijf van Jaap heeft ook werk aan de winkel met de slagroom in de Bossenbol. Mag ik ondertussen onze sprekers uitnodigen op het podium en ook aan jullie de vraag direct. Wat is jullie favoriete Brabantse gerecht? Elise, wat is jouw favoriete Brabantse gerecht van het rijtje? Ze staan ook hier op het rijtje asperges. Asperges, ja. Op zijn Brabant met een ham en een eitje? Liever met vis. Liever met vis, oké. Okay. Jaap? Worstenbroodje. En dan welke variant? Ja, ik ben een enorme vleesliefhebber. Hè, maar goed, ik eet natuurlijk alleen nieuw vlees. Maar dat worstenbroodje was inderdaad, stond al boven mijn verlanglijst met vegetarisch. En wat ik eigenlijk hoopte is dat we gewoon een worstje zouden kunnen leveren voor de traditionele bakkers. Hè, dat zij daar zelf hun broodje omheen kunnen maken en zo. Maar dat is natuurlijk nu met de internationale visie van Unilever is Brabant toch een klein beetje het oog verloren. Mm-hmm. Dus dat is er nog niet. Anders was het zeker. Ik ga er wel komen. Dankjewel. Arjen, wat is jouw favoriete Brabantse gerecht als je nu toch in Brabant bent? Ja, dat is denk ik ook het worstenbroodje. En in welke variant eet jij hem? Ja, ik eet hem eigenlijk niet. Ik ben ook al heel lang woon ik samen met de vegetariër. Dus het komt er bij ons ook normaal gesproken niet in. Het komt er niet in, oké. Okay. Jaap, jij bent oprichter van de vegetarische slager en nou wil je dus zuivel gaan maken zonder het gebruik van dieren. Kunnen we onze favoriete Brabantse gerechten straks nog wel eten? Ja. Als het vegetarisch of plantaardig wordt? Ja, dat is het fijne. Dus wat we nu doen met het laboratorium in Gent is dat we dus exact een kopie maken van de caseïne die nu gebruikt wordt voor de kaas, in ieder geval, voor alle kazen. En als dat lukt, dan kunnen we dat dus gewoon leveren aan alle traditionele kaasmakers. En dan kunnen gewoon de Franse, de Spaanse, de Italiaanse, Hollandse kazen, die kunnen allemaal gewoon, ze kunnen gewoon door. Hè? Dus het vraagt ook geen aanpassen. Ja, ja. Oké, okay, nou dat is in ieder geval goed nieuws voor ons. Ja, we kunnen gewoon lekker blijven eten. We hebben het vanavond over de noodzaak van de verandering van ons voedselsysteem. Dat de landbouw moet veranderen en verbeteren, dat vindt bijna iedereen. Maar hoe ziet het eruit en welke termijn moeten we onszelf nou gunnen? Arjan, zou je er toch iets over kunnen zeggen? We hebben wat horizons voorbij horen komen vanavond. Hoe urgent is dit probleem nou, wat de wetenschap betreft? Ja, ik denk dat het zeker urgent is. En de horizons worden in feite in doelstellingen zoals door de provincie en door de EU geplaatst. Die staan nu op 30 staan mijlpalen en op 2050 zou alles eigenlijk klimaatneutraal en circulair moeten zijn. 2030, 2050, is wat jou betreft snel genoeg? Ik ben daar gewoon niet onvoldoende deskundig in om te. Maar kijk, de vraag die je erachter had liggen is ook van wat denk je dat haalbaar is? En met de energietransitie zien we al hoe lastig het is, om dat voor elkaar te krijgen. Kijk, met voedsel denk ik dat het nog een beetje lastiger is. Want kijk, uiteindelijk is het heel makkelijk op het moment dat je zegt van je moet zo per dag zoveel eiwit hebben, zoveel koolhydraten en zoveel vet. En daar maken we een mengsel van zoals we bij die astronauten doen in de ruimte. En dat eet je dan op. Maar voedsel is ook gewoon een cultureel iets. Dat is ook de reden waarom je in de ontwikkelende landen juist nu de trend ziet. Die wij hier denk ik 40, 50 jaar geleden gehad hebben, omdat het gewoon cultureel is. Als jij bij mij op bezoek bent, dan schotel ik jou iets lekkers voor, ik doe extra mijn best. En dat maakt volgens mij, ook omdat dat in de traditie zit, het zo lastig om dat te doen. Daarom denk ik dat die initiatieven zoals de vegetarische slager, dat juist heel belangrijk is. Ik denk dat ook bijvoorbeeld voor de elektrificatie van de auto's, denk ik toch niemand zoveel gedaan heeft dan Elon Musk. Op het moment dat je een sexy product maakt wat toch gewoon iedereen wil hebben, omdat het net zo goed of beter is dan het origineel. Dat is denk ik de oplossing. Want verder durven onze politici denk ik ook niet veel meer dan ons een beetje die kant op te nutsen. Maar dat gaan we direct even aan de politica vragen. Jaap, gaat het voor jou betreft snel genoeg? Ja, daar ben ik eigenlijk ook niet zo mee bezig. En natuurlijk gaat het nooit snel genoeg. Maar goed, we doen gewoon wat. Ik ben wel wat optimistischer trouwens over als je het vergelijkt met de energietransitie.
Omdat het verschil is met die energietransitie dat de oude energiebedrijven, hun waarde, van Shell bijvoorbeeld, dat zijn hun olievoorraden. En op het moment dat dus die energietransitie snel gaat, dan moeten ze die afschrijven. En dat is heel kostbaar. En dat geldt niet voor de vleesbedrijven. Dus bijvoorbeeld Unox of Mora of noem maar op. Zij zijn geen eigenaren van de kip en de varkens. Zij kopen gewoon vlees in. En het maakt ze eigenlijk niet uit. Het kost ze ook helemaal niks als ze overstappen van dierlijk naar plantaardig vlees. Die pijn die wordt geleden bij de varkens- en kippenboeren. Nee, dus dat maakt het zeg maar voor die grote bedrijven. Want je ziet nu ook dat de energietransitie is natuurlijk met enorm veel subsidies aangezwengeld. En nog steeds. Nu nemen we dat af. Maar de eiwittransitie is natuurlijk zonder subsidie gaat die toch heel hard. Dus dat is, ik ben daar toch wel. En het is in essentie, het is eigenlijk in essentie nu al goedkoper. Dat is met energie uiteindelijk ook zo. Zeker als we de indirecte kosten ook meerekenen. Maar bij eiwit is het nog sterker, want je hebt gewoon maar een derde van de hoeveelheid bonen en granen nodig om een kilo plantaardig vlees te produceren ten opzichte van dierenvlees. Het is alleen het schaalnadeel wat je moet, waar je overheen moet. Dus Elise, als het plantaardig wordt, kan het volgens Jaap misschien wel sneller. De termijnen in de beleidskader zijn niet voor niks zo gekozen. Kun je daar iets over zeggen? Want volgens de productie een reëel tempo is. Je hebt het inderdaad wel echt over een systeemverandering. Hè? En daar heb je wel met die hele keten te maken. Dus we zijn altijd geneigd om heel erg op de landbouw te focussen. En dat begrijp ik wel, omdat dat natuurlijk de leefomgeving beïnvloedt. Positief of negatief. Uiteindelijk, als de frietfabriek gaat vragen om duurzaam geteelde aardappelen en die gaat hij ook betalen, dan gaat een boer dat wel doen. Als hij niet betaald krijgt, gaat hij niet doen. Dat gaat geen enkele ondernemer. Dus als een consument kiest voor een biologisch product of voor op een andere manier geteeld product en hij wil ervoor betalen, ja, dan gaat een boer dat wel doen. Dus dat systeem veranderen, ja, dat kost wel tijd. En ik zei al, het zijn grote en kleine stappen. Dus we hebben mensen als Jaap natuurlijk keihard nodig om doorbraken te bewerkstelligen. Maar dat is nog iets anders dan dat je een heel systeem verandert. Dus ik denk dat 2030 een realistische termijn is. En ik zei al, het is nu 2% biologisch. Nou, om het 15% te krijgen, heb je toch nog wel even nodig. Moeten wij dan allemaal biologische boodschappen gaan doen? Nou, dat zou enorm helpen natuurlijk. Ja, dat is duidelijk. Ja. We hebben vanavond wel even iets over dat vlees. Hè? Want je zei net al, het is cultuur ook. Hè? Als je kijkt, we hebben natuurlijk heel veel export van vlees ook. Want ja, in Aziatische landen is vlees een statussymbool. Hè? Als je wat meer gaat verdienen, dan kun je vlees eten. En dus daar zit ook een heel groot deel van de consumptie, hè? Waar wij ook in Nederland ons geld mee verdienen. Ja, maar daar gaan we ook wel realiseren. Want ik vind anders dat we het gewoon te veel opsluiten in ons eigen landje. En dat is natuurlijk niet zo als je het over voedsel hebt. Hè? Nee, zeker niet. Dus, ja, dat stond toevallig in de ZLTO-krant, de Boeren-Brabantse krant. Waar ik ook lid van ben, als biologisch boer nog. Er is natuurlijk een grote probleem geweest in de varkensmarkt. En op dit moment gaat het heel moeizaam. Maar dat ze nu ook echt merken dat in China de eiwittransitie ook gaande is. Hè? Ja. Dus dat daar ook de opkomst van vleesvervangers echt merkbaar is nu. Mm-hmm. Ja. Dus, en dat zie je natuurlijk wel meer dingen, dat natuurlijk ook met andere duurzame ontwikkelingen China ons op een gegeven moment ook weer in kan halen. Ja. En dat is altijd mijn hoop geweest ook. India is nog veel belangrijker. Hè? Daar is de vleesconsumptie nu nog heel laag. In China is die al hoog. Maar wanneer ze daar direct, hè, zoals ook met de telefonie, direct naar de mobiel gaan. En eigenlijk het dierenvlees overslaan. En dat is ook gewoon lekker en goed en eigenlijk hip. Nou ja, dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Ja. Maar dat sluit ik niet uit. Dat kan denk ik. Okay. En het gaat ook om een balans in diëten. Want we hebben even goed dieren nodig voor kringlooplandbouw. Hè? Ja, dat is een interessante, want dat is een groot misverstand. Ja. Want dat is niet zo. Ik heb 23 jaar geleden cursus biologisch dynamische landbouw gedaan. En toen werd dat ook gesteld. In de biologisch dynamische landbouw is de koe zelf een soort heilig, hè, met kosmische krachten en zo. Maar als je gewoon sec kijkt naar de mineralenkringloop, dan is dat dier alleen maar een extra verliespost. Hè. Dieren produceren geen mineralen. Die mineralen zitten in de bodem. Mm-hmm. En die worden door planten opgenomen. En die planten die worden door mensen gegeten of door dieren gegeten. En dan gaan die mineralen van die plant in dat dier over. En in die mest komt dan ook een deel terecht. Een deel, maar lang niet alles. Mm-hmm. Maar als je dus die planten die je aan die dieren zou voeren, als je die in plaats van die dieren voeren zou composteren en eventueel biogas ervan zou maken, kun je nog energie uittrekken. Die mineralen blijven dan 100% aanwezig. Terwijl als je het aan een dier voert, ben je een deel kwijt. Dus het grappige is, als je dus in kringlopen denkt, de mineralen kringlopen, er zit maar één lek in. En dat is de mens. En dat is recent. Dat is sinds het rioolsysteem. Vroeger ging een boer met zijn planten
En met zijn kolen of met zijn vlees ging hij naar de stad en hij nam de mensenmest mee terug. En dat was de echte kringloop. Ja. En dat was kostbaar. Maar met de komst van de kunstmest en het mijnen van eindige voorraden, fosfaat en kali, zijn we aan het potverteren. Mm-hmm. En het rioolslip gaat, nou ja, dat is een probleem. Maar de enige manier, en het is op te lossen, het is een kwestie van energie en een kwestie van doen. We moeten gewoon die mineralen terughalen uit de mensenmest en terugbrengen op het land op een veilige manier. En pas dan is er sprake van een kringloop. Maar die dierlijke mest voegt daar niks aan toe. Natuurlijk, zolang we dieren houden en eten, moet je natuurlijk die dierlijke mest gebruiken. Maar het is niet zo dat dat zeg maar iets helpt of zo. Het is zelfs verlies. Als je dat sec bekijkt, dan klopt het niet. Dan wordt het te technisch, denk ik. Ja. Maar goed, dat is op zich interessant. Ik heb het natuurlijk met met bemesting. Ja. Dat is gewoon waar. Dus dat is echt een misverstand. Veel mensen denken, ja, we hebben het. Dus nog één ding daarover, want dat zat ik eigenlijk in mijn verhaal. Er is nu een boer gestart in de Noordoostpolder met dit verhaal. En die produceert nu, of die levert nu, veganistische groenten, biologische groenten. En dat is nieuw, want biologische groenten, die mogen niet met kunstmest bemest worden. Ze zijn allemaal met dierlijke mest bemest, ja. Dus zijn eigenlijk niet veganistisch. Biologisch, hè? Veel mensen realiseren dat niet. Maar hij maakt dus gebruik van plantenmest. En hij is nu, en onder het merk No Shit, en de No Shit Movement, gaat hij dus veganistische, biologische groenten telen. Heeft in ieder geval zijn markt. En de grap is, hij was biologisch dynamisch boer, maar hij is uit het keurmerk gegooid. Omdat dat niet kan. Hij moet dus dat is dus onderdeel van het keurmerk, dat daar een dier in de keten moet zitten. Ja, je zult ervaring hebben dat als koploper heb je het niet altijd makkelijk met de huidige regels. Maar interessant verhaal, dankjewel. Het is vanavond al een aantal keer te sprake geweest. Het duurzaam voedselsysteem. De term duurzaam is ook een beetje een containerbegrip geworden. Arjan, is het voor jou, als we het hebben over duurzaam voedselsysteem, is dat dan vooral ecologisch duurzaam of economisch duurzaam? Hoe verhouden die termen zich in jouw hoofd, zeg maar, als het gaat over dit onderwerp? Ja, voor mij, maar dan krijg ik al een beetje schrik van. Is dat voor hem staan, is dat veel complexer? Dus ja. Het is ecologisch duurzaam, maar het is ook inderdaad duurzaam voor dieren, voor de gezondheid van mensen. Draagvlak in de samenleving hangt erbij. Ook de boer, degene die het product levert, die moet er een goed inkomen mee verdienen. Ik denk dat er heel veel verschillende aspecten in duurzaamheid zitten die echt allemaal moeten kloppen. Okay. Daarom geloof ik ook niet dat er één systeem gaat komen. Want ik denk dat een kenmerk voor een duurzaam systeem ook is dat je diversiteit van verschillende voedselproductiesystemen naast elkaar gaat hebben. Omdat een van de makkers denk van het huidige systeem was dat het allemaal heel uniform op massaproductie in monocultures was. En daardoor juist heel kwetsbaar op het moment dat je tegen een ecologische barrière aanloopt. Ja, Elise, ik zie jou knikken. Jij bent het daarmee eens? Ja, ik ben het daarmee eens. Dat het verschillende systemen zullen zijn. En de voorlopers zoals Jaap, keihard nodig. En dat zal overgenomen worden in zo'n systeem, maar daarnaast zullen ook andere systemen staan. En dan krijg je juist balans, denk ik, ben ik van overtuigd. En in dat systeem, er zitten natuurlijk heel veel spelers in. Marktpartijen van boer tot supermarkt, wij als consumenten, de overheid. Waar begint wat jullie betreft de verandering? Wie moet nou als eerste in beweging komen? Jaap, wie moet als eerste in beweging komen? Nou ja, ik denk dat iedereen dat vooral die vragen aan zichzelf moet stellen eigenlijk. Dan komen we het verst mee volgens mij. Hè? Met naar anderen kijken, dat schiet niet zoveel op. Dus ik vond het een mooi voorbeeld wat je net noemde. Hè? Van natuurlijk Elon Musk als buitenstaander in de autobranche. Als outsider die gewoon die complete wereld op zijn kop heeft gezet. Niet alleen de elektrische auto, maar ook het hele systeem daaromheen. Hè? Ik bedoel, dealerschap, noem allemaal maar op. Hij heeft echt alles op zijn kop gezet. En met succes. Hè? Dus... ja, ik vind dat... natuurlijk is het zo dat het zou helpen als de overheid wat doet. En heel logisch zou zijn dat bijvoorbeeld het btw-tarief... natuurlijk een lage btw-tarief op duurzame producten... dat is een inkoppertje wat mij betreft. Hè. Een nultarief voor groente, fruit en het nieuwe vlees, noem maar op. Maar misschien nog veel belangrijker zou zijn, denk ik... om op scholen voorlichting te geven. En kinderen... het verhaal te vertellen over wat het betekent, die eiwittransitie, wat voor voordelen het heeft. He, bijvoorbeeld ook dat mensen, ik woon zelf in een prachtig gebied, een voormalige landbouwgrond die teruggegeven is aan de natuur. Nou ja, als we deze transitie doormaken, kunnen veel meer mensen zo wonen. He, groen en, want nu is het buitengebied natuurlijk toch, ook onder druk van de boeren. Uit eigen ervaring, er wordt natuurlijk gespoten, er is stank, noem maar op. We willen zo weinig mogelijk burgers in het buitengebied, want daar heb je last van. Maar op het moment dat buitengebied niet meer die nadelen heeft,
kunnen mensen gewoon groen gaan wonen. Is dat ook geen probleem meer, weet je wel. Dan krijg je een heel andere situatie. Dus ondernemers met lef en een beetje hulp van de overheid, dan komen we een aardig eind, begrijp ik. Ja, en die scholen, hè, dus kinderen echt kinderen vertellen en laten proeven. Dus die combinatie, dat heb ik zelf ook met mijn verhalen. Er komen de meest vreemde gezelschappen, autodealers en de financiële wereld vaak, waar ik dan het verhaal doe. Hè. Dat zijn absoluut geen vegetariërs. Maar als mensen het proeven, onze bitterbal die we met Mora gemaakt hebben, de draadjevleesbitterbal, ja, ze hebben het gewoon niet in de gaten. Hè. Ik heb ooit op het MKB-congres gesproken voor 2000 MKB-ondernemers. En die waren natuurlijk gewaarschuwd, want ik kwam daar spreken. En ze gingen daar rond met schalen met broodjes hamburger. 30 op zo'n schaal en 2 een prikkeltje vegetarisch. En ze kunnen nog terugzien, want het is opgenomen op tv. Maar mensen gingen, niemand had het in de gaten. Hè. Alles was vegetarisch. Maar mensen gingen kleurrijk vertellen hoe heerlijk die rundvleesburger was. Ja, van jou is volgens mij ook de quote, bedrieg je partner minimaal 1 keer per week. Ja. Maar dat gaat dan ook over vlees, toch? Of over vleesvervangers. Ja, ja. Ja. Elise, jij vertegenwoordigt hier even de overheid, zou ik maar zeggen. Heb jij het gevoel dat de overheid ook die transitie moet starten? Of is het ook bijvoorbeeld ondernemers met lef, kinderen op school? Weet je, natuurlijk moet het bedrijfsleven dat eigenlijk doen. En als overheid kunnen we een belangrijke rol vervullen door te stimuleren, te faciliteren, al die mooie woorden die we ervoor hebben, maar gewoon wel een steun in de rug te geven. En natuurlijk ook wel een stukje via regelgeving, via proeftuinen, via innovatie stimuleren. Dat zijn allemaal belangrijke zaken die we als overheid kunnen doen. Maar als je nou vraagt, ja, waar begint nou echt die transitie? Dan is het bottomline eigenlijk wel bij onszelf, bij de consument. Want wij zijn heel bepalend voor, ja, als wij het niet kopen of niet eten, dan wordt het ook niet geproduceerd. Zo simpel is het wel. En wat ik net zei, ons eten is gewoon veel te goedkoop. Hè? Dat zijn ook allemaal onderdelen van zo'n systeemverandering die nodig zijn om te zorgen voor, ja, robuuste nieuwe voedselsystemen. Ja, oké, dankjewel. Arjan, ben je het daarmee eens of heb je Ik ben het heel erg eens met die educatie. Okay. Dat als je dat jong leert, naar de school. Dan... Ja, dankjewel. Mee eens, Arjan, of heb je een andere kijk op de zaak? Het punt richting de consument, dat wordt naar biologisch ook al 30 jaar genoemd, hè, dat die het zou moeten doen. En toch zagen we het eigenlijk tot nu toe maar slecht van de grond komen. Dus ik ben zelf toch meer een gelover in hele goede producten, omdat je ziet dat die op het moment dat je daar dan ook, en dat kan in onze netwerkmaatschappij, de goede eigenschappen beter voor het voetlicht kunt krijgen, dan kan zich dat ook ineens heel snel verspreiden. Iedereen zit hier nu met een mobiel, terwijl 30 jaar geleden vond iedereen dat idioot. Dus er zijn heel veel voorbeelden van producten die toch heel snel een hele hoge marktpenetratie kunnen krijgen. Jij noemde net Xi Jinping, die kan dat in China denk ik best heel snel doen, omdat ze in het 5-jaren programma zetten, wij gaan nu die transitie maken, maar ja, wij zitten hier toch in het algemeen in een systeem wat denk ik veel vrijheid geeft, wat we ook graag willen, maar wat als keerzijde heeft dat we toch een overheid heeft die dit soort dingen niet zo gauw dwingend zal doen. Dus educatie is goed, consumentenvoorlichting is goed, maar hele goede producten, ja, dat is volgens mij het allerbeste. Oké, dankjewel. Toch weer die verantwoordelijkheid in de keten. Daar wil ik toch wel even bij stilstaan, hè? Want het gaat over verduurzaming in die hele keten. Dus het gaat ook over voedsel produceren met minder energie, met minder water, met minder toevoegingen in die keten zelf. Hè? Het is niet alleen de primaire sector, maar ook de rest van die keten. En die is erg bepalend wat er op dat land wordt geproduceerd en wat die consument eet. Dus ja. Nou ja, het is niet voor niks. Eigenlijk alles je hebt alle schakels nodig. Oké, dankjewel. Ja. Ik geef het Rijen. Rijen, zijn er nog mooie vragen binnengekomen uit ons publiek? Er zijn heel veel vragen. Dan heb ik er een mooie uitzoeken. Er is één vraag die gewoon heel anders is dan alle andere vragen. En die vind ik om die reden erg leuk. En dat is, er is toch vrij veel negatieve publiciteit voor boeren en het boerenbedrijf. En Jaap geeft gelukkig ook hele mooie voorbeelden van die boeren. Maar toch, het beeld is vrij negatief. Zijn er nog wel jongeren die boer willen worden in deze omstandigheden? Of is dat misschien helemaal niet meer nodig? Want we hebben in de toekomst misschien gewoon een robot die het gras maait. En dan gaat het gewoon een fabriek in die er vervolgens eiwit van maakt. Dus wat is de toekomst eigenlijk van het boerenbedrijf in Nederland? En hebben we die toekomst? Bieden wij die toekomst wel aan de volgende generatie? Aan alle drie? Wie wil er als eerst op reageren?
Ja, ik denk dat er voorlopig nog wel een toekomst is. Met name op het moment dat de boeren goede transitie maken in wat we dan de kringloop of de duurzame landbouw zouden maken. En nou, ik hoop met de beelden zoals jij die ook schetste, dat een boer is die gewoon beter geïntegreerd is in het systeem. Dus al die aspecten van biodiversiteit en dergelijke ook heeft. En ja, voor de komende generatie zou ik er dan nog wel gerust op zijn, omdat ik volgens mij hier denk dat het allemaal het langzaamste gaat. Dus een generatie duurt het denk ik nog wel zeker. Oké. Okay. Jaap en Elise nog op reageren? Ja, zeker. Ik gelukkig ga kijken op de HAS of op een mbo agrarisch. Daar zie je heel gemotiveerde mensen die heel graag boer willen worden, maar die heel veel last hebben van wat jij net noemt, dat negatieve imago. Die zeggen van ja, we willen zo graag, het zit in ons hart en ziel en we willen goed voor zorgen voor dat land, voor de dieren, voor de planten. Maar we vinden het wel erg lastig om op een verjaardagsfeestje steeds maar om onze oren te krijgen van ja, jullie zijn de veroorzaker van alles wat negatief is. En ik denk dat we samen verantwoordelijk zijn om daar ook verandering in te brengen, want dat is niet terecht. Als jij zegt van ja, goed, maar het stinkt en het is allemaal niet goed en daarom kunnen de mensen niet wonen. Nou, ik ken geen boer die dat leuk vindt, zeg maar even. Die met plezier gewasbescherming toedient en kunstmest. Die zou het echt anders willen als wij ervoor gaan betalen. Nou ja, goed, dat hoef ik jou niet uit te leggen. Dus dat imago is wel ontzettend belangrijk. Maar er zijn heel veel gemotiveerde jongeren die gelukkig ook nog steeds boer willen worden. En die dat ook op een goede manier willen doen. Dus inderdaad rekening houdend met de omgeving. En een mooi gezond bedrijf willen hebben. Waar ze ook andere dingen doen alleen voedsel produceren. Ja, dankjewel. Nou, heb je al een paar keer gezegd, Elise, eigenlijk is ons voedsel te goedkoop. Hè? Ja. Maar je hoort ook heel vaak dat mensen zeggen, ja, maar de consument wil er niet meer voor betalen. Ja, dat is echt onzin. Jaap, wil jij daarop reageren? Ja, dat is... Ja. Ik bedoel, je haalde net het voorbeeld aan van de legbatterijen naar de scharrelkippen. Dat is natuurlijk wel een overheidsmaatregel geweest. Daar heb je natuurlijk geen mens over gehoord. Dat had consequenties voor de prijs van de eieren, maar daar hoor je natuurlijk niemand over. Dat is een uitzondering daar gelaten. Dus, ik denk wel dat er iets nodig is, ook in de mentaliteit van de boeren. Omdat de laatste generaties is de manier om te overleven is geweest schaalvergroting. En dat zit heel erg ingebakken. He, dus ik bedoel dat, en het vraagt echt, en voor een deel van de boeren zal het ook doorgaan. He, dus voor de... Maar voor een groot deel ook niet. En dat vraagt wel een andere mentaliteit. Ik heb ooit gesproken op het pluimveecongres. En toen viel mij op dat het toch zo was dat... Je merkte, er waren 300 pluimveehouders uit Nederland en België. En daar was ook een boer bij met drie sterren systeem. En dat was dan niet één met een megastal. Maar ik bedoel, die megastal, dat was toch de wens. Dat kon je merken van al die mensen. Ik heb er ook een aantal gesproken. Hè. Dat was eigenlijk wat ze allemaal wilden. Die met het drie sterren systeem, die dus niet meer groeide. Ja, dat was eigenlijk toch een loser. He, dat was toch een beetje de sfeer toen. Dat is ook alweer een paar jaar geleden. Maar iets anders wat toen ook gebeurde, was dat er nadien... Dus op een gegeven moment was ook een vraag van... wat zie je als bedreiging voor de pluimveehouderij? Dat was een algemene vraag. Ja, dat ben ik. In ieder geval, dat hoop ik, weet je wel. Daar ben ik voor bezig. Hè, dat die stallen van jullie over 30 jaar allemaal leeg staan. Hè, dat is wat ik wil. Dat we geen dieren meer gebruiken. En toch, als je dat daar vertelt en gewoon als boer onderling... Ik kan het zeggen omdat ik boer ben. Dus dat werkt dan goed. Maar toen kwam er nadien een jonge boer naar me toe en die zei van... We zouden iemand moeten hebben zoals jij, want hij had ook een twee sterren systeem of zo... die ons verhaal goed kan vertellen. Ik zei, ja, maar dat is het niet. Weet je wel, ik ben niet zo'n goede verhalen vertellen. Je moet een goed verhaal hebben. Hè? En dan is dat ook veel makkelijker te vertellen. Ik heb ooit eens een prijs gewonnen van Ernst & Young, van de ondernemer van het jaar... En er waren er nog 10 kanshebbers en er was er eentje die had ook iets bedacht met circulair of zo. Maar die zei, ik vind jouw verhaal gewoon veel mooier, dus ik zit nou op feestje met jou. Je hebt zo'n goed verhaal, dat vertelt zo goed. En dat is gewoon waar. Hè? Dus je moet, zoek gewoon naar een verhaal wat makkelijk vertelt. Want dan weet je zeker dat je van dat hele negatieve imago natuurlijk af bent. Dan kantelt het en dan krijg je een positief imago. Ja, mooi. Even op reageren, want die eieren die zijn natuurlijk helemaal niet zoveel duurder geworden. Als je kijkt over de jaren heen, ja.
Ook nee, over de jaren heen niet, nee. Maar zeg maar, het was wel zo dat het duurder was, hè, die overstap. Alleen daar heb je niemand over gehoord. Ik denk misschien dat het toch wel toen, ja, zeg maar, met die overstap toen, dat het misschien toch wel 20% duurder was. Maar ja, dat merk je natuurlijk. Nou. En er is een enorme schaalvergroting overheen ook, gekomen. Precies, wat ja. Natuurlijk ja. Weer, nee, maar één ding nog over die voedselprijzen. Want dat vind ik toch ook. Ik moest laatst spreken op een symposium van de grote zorgverzekeraars. Nou, belachelijk waar ik allemaal terecht kom. Maar dan zag je een staartje dat zeg maar, de kosten voor zorg, die zijn in 50 jaar tijd van 10% gaan ze nu naar 25%. Ja. En dat is precies omgekeerd met voedsel. Ja, was 40%. In 1970 betaalden wij 30% voor een voedsel en dat is nu richting 10. Dat is precies gewisseld. En de gezondheidskosten zijn omhoog gegaan. Dat is ook iets om over na te denken. Ja, ja. Nou, we hebben heel veel economiestudenten hier in de zaal, dus het is ook wat goed dat ze daarover nadenken. Want uiteindelijk betalen we bijvoorbeeld nu ook heel veel via landbouwsubsidies. Toch, Elise? Hoe zit dat precies? Ja, dat valt mee. Dat valt hoe, zit dat, hoe zit dat in elkaar met... Er zit een stukje inkomenssteun, zeg maar even, maar... Ja, dat is eigenlijk een fractie op het totaal. Okay. Dat is zeker in Nederland, hè, eventjes. Dus dat is niet zo. Kijk, ik wil even naar dat bedrijfseconomische model van die schaalvergroting, Jaap. Hè, want daar zit ook een bepaalde dwang achter. Als er eisen worden gesteld van, om te kunnen investeren, gaat een bank eisen of een financiële instelling van ja, dan zul je toch meer vee moeten houden. Ja. Meer melk omzetten, anders kun je die stal niet. Nou, dus je zit een soort... Ja, visieuze cirkel zijn boeren terechtgekomen. Ja. En die willen dat vaak helemaal niet. En zeker ook de jonge boeren niet. Dus, Nou heeft de overheid al best wel veel instrumenten. Hè? Kan regels opleggen, subsidies verstrekken, handhaven op overtredingen. Je zou dus voedsel dat in negatieve zin bijdraagt aan het klimaat... zou je duurder kunnen maken dan voedsel wat daar minder aan bijdraagt. Wat is daarvoor nodig om zo'n systeemverandering op gang te brengen? Ja, politieke moed, denk ik. Ja. 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 Uiteindelijk zou je de externe kosten die nu niet in de producten zitten, die zou je er op de een of andere manier wel in berekend willen hebben. Omdat we die uiteindelijk natuurlijk toch met z'n allen betalen, omdat het we iets aan de opwarming van de aarde moeten doen, het milieu moeten verschonen. Alleen de houtgreep waar iedereen zich dan inhoudt, is zeg maar, ja, god, als we dat alleen in Nederland doen, dan gaan die boeren gewoon datzelfde allemaal doen in Duitsland of in Polen. En wat schieten we er dan mee op? Dus we zitten in Europa en misschien zelfs wel in de wereld elkaar ook in een soort wurggreep te houden. Weet je, wat best een dilemma is, als ik mag reageren. Hè? Want net werd ook die vraag gesteld van, ja, maar kunnen mensen zich dan biologisch voedsel permitteren? Dus er zit natuurlijk ook wel een andere vraag achter. Jij zegt, die prijs is geen probleem, maar er zijn toch veel mensen die... Ja, een zodanig inkomen hebben dat ze het misschien niet kunnen betalen. Of niet de prioriteit eraan geven. Dat is natuurlijk misschien wat jij dan ook weer denkt. Wij geven in Nederland 20% van ons inkomen uit aan voedsel. Dat is verschrikkelijk weinig. In Italië is het dubbele. Dus het is maar even... wat ben je gewend, hè? Ja. Hetzelfde geldt voor huurquotas en zo in Nederland. Die zijn ook verschrikkelijk laag. Maar goed, we zijn zo verwend. We zijn zo gewend aan een enorme diversiteit en keuzemogelijkheid aan gezond, veilig... Lekker voedsel in Nederland, wat eigenlijk niks kost, even heel zwart-wit gezegd. Ja, dat is bijna een verslaving, zou je kunnen zeggen. Maar daar kan de overheid toch wel iets aan doen, toch? Spotjes die vlees eten stimuleren bijvoorbeeld, afschaffen. Wat zeg je? Spotjes, de reclamespotjes die vlees eten stimuleren bijvoorbeeld. Ja, maar het gaat niet alleen over vlees, hè. Het gaat over de hele range van producten. Mm-hmm. Ik bedoel, de discussie van moet je nou een avocado gaan eten als je naar de Food Miles kijkt. Ander aspect van duurzaamheid. Ja, zeker. Ja, het zijn gewoon heel lastig. Het is inderdaad ook cultuur natuurlijk. Want op zich zou het natuurlijk gezonder zijn. Ik bedoel, iedereen is erover eens dat we te veel vlees eten. Hè? Voor onze gezondheid. Te eten, hè? Ook te veel suiker en ook te veel vet. En... Maar op het moment dat we natuurlijk vlees vervangen door bonen, wat we 70 jaar geleden ook deden. Ja. Dus de bonenconsumptie is in heel Europa gedecimeerd. We aten 70 jaar geleden 10 keer zoveel peulvruchten. Simpelweg omdat het heel voedzaam is. Eiwitrijk. Hè? Er zit meer eiwit in dan in vlees. En het is hartstikke gezond. En het is ook nog eens ontzettend goedkoop. He, dus het is eigenlijk geen kwestie van geld. Want ook voor de mensen die met een kleine portemonnee, op het moment dat zij kiezen voor peulvruchten, dan zijn ze goedkoper uit dan met vlees. Alleen, mensen zijn zo verslaafd aan het vlees. En zo gehecht. Dat is het punt. Maar ook aan suiker. Hè? En ook aan suiker. In relatie met gezondheid. Zeker. Dan wordt het verhaal veel breder. Ja. Maar zou je toch de analogie niet hopen dat je de kosten er eerlijk in krijgt. Hè? Want er zijn natuurlijk andere industrieën waar overheden dat ook gedaan hebben. Als je kijkt, de chemische industrie was denk ik in de jaren 60, 70 ontzettend vervuilend. En die hebben toch een heel stuk regelgeving
over zich heen gekregen, waardoor we nu wel weer kunnen zwemmen. En dat zal ook kostenverhogend gewerkt hebben. Dus. Ja, ze hebben mij heel vaak gevraagd om ambassadeur te zijn voor de vleestaks. Hè. Maar dat doe ik niet omdat ik dat... Ja, ik vind dat gewoon niet sterk, want dat is er voor de hand liggend. Ik zeg, pak dan een partij waar dat veel meer opzien baart. En het is ook niet zo, ik ben meer van het verleiden. Hè, met heel lekker, en dat is ook heel effectief. Maar het zou natuurlijk op zich effectief zijn, alleen het is natuurlijk ligt politiek heel gevoelig. Net zo goed als dat het gevoelig lag. Ik vond het laatst grappig met die Tesla-rijder, die natuurlijk in bezwaar aantekende, omdat hij dus 130 reed. Hij zegt, ja, maar ik draag niet bij aan stikstofproblemen met mijn auto. Hè. Ja. En ze hebben natuurlijk niet, als de overheid had gezegd, alle elektrische auto's, geen snelheidsverlaging. Dat was pas een stimulans geweest voor elektrische auto's. Ja, maar dat was natuurlijk Nederland te klein geweest. Hè? Zo verleid je dus consumenten. Dat is dan een ander verhaal. Maar ik bedoel, de politieke moed is ook wel een geeft ons een andere kijk op de zaak. Dat is ik denk dat was ook voor de verkeersveiligheid een dingetje, begreep ik. Maar lokaal kopen is natuurlijk ook een heel belangrijk aspect van verduurzaming. He, dus gewoon Nederlandse producten kopen. He, dus blauwe bessen kopen in de periode dat ze hier geteeld worden. En niet als ze uit Peru en Zuid-Afrika moet komen. Moet het wel goed opstaan natuurlijk. Ander aspect van verduurzaming. Ja. Ja, en liefst nog uit Brabant als het kan, toch? Uiteraard. Ja. Ik ga even kijken, Rijen, want volgens mij zijn er nog vragen uit de zaal. Er zijn heel veel bijna tegen half tien uit de zaal. Ja, je zult al moeten kiezen, Rijen. Even kijken of we er nog wat hierna mee kunnen doen. Maar de toon uit de zaal is toch veel pessimistischer. Dan, u bent hier allemaal blij en u ziet een glorieuze toekomst voor de vegetarische of duurzame Brabantse landbouw. In de zaal zeggen ze, een systeemverandering is nodig. En u denkt dat binnen 8 jaar gebeurt. U schetst hele mooie vergezichten. U zegt, Tesla kan het, wij kunnen het ook. Maar laten we eerlijk zijn, Tesla die heeft er heel lang voor nodig gehad. Tesla is nog steeds bij lange na niet de grootste autoproducent. En hoe lang gaat het nog? Moeten we echt wachten totdat vegetarisch vlees goedkoper wordt dan gewoon vlees? Dat gaat nog heel lang duren. Wanneer zijn we, denkt u, eindelijk door die transitie heen? En als we op uw voorstellen doorgaan, hoe lang gaat het dan duren? Nou, kijken of we daar een kort antwoord op kunnen krijgen van onze sprekers. Hoe lang gaat deze hele voedseltransitie duren? 2050. 2050, dan zijn we helemaal om. Dan zijn we er helemaal om. Door, ja. Kijk, nou. Elise. Ja, ik hou het voorlopig op 2030. Dat 2030. We wel zulke zodanige stappen hebben gemaakt, dat we een eind gewoon in de goede richting zitten. Oké. Dat denk ik wel. Dus 2050, 2040? Nee, 2030. Ja, dus Oh, 2030. Ja, 2040. Hoezo? Oké, nee, ik zat... 6 jaar geleden heb ik gezegd van... In 15 jaar tijd gaan we naar 20% marktaandeel. Dus we zaten op 1,5 met het vegetarisch, met het nieuwe vlees, met het plantaardig vlees. Nu is dat al richting 5. Dus 2030, 20%, dat is voor mij het kantelpunt, want dan wordt het goedkoper daarna. En toen was dat belachelijk. Hè? Dat was helemaal... los van de realiteit. Maar nu word ik links en rechts ingehaald door alle grote vleesproducenten die het ook zeggen. En dat is natuurlijk heel hoopgevend. Dus inderdaad, ik zat op 2045 toen, dat het 80% vervangen zou kunnen zijn door het nieuwe vlees. Oké, nou. Maar het gaat niet alleen over vlees. Nee, het gaat niet alleen over vlees. Maar ik denk wel dat samenhangt met... Tuurlijk. Die kaas van jou, die moet ook nog lekker worden. Ja, die kaas van jou, die moet ook nog lekker worden. Ja, daarom. Zeker. Ja. Goed. Nou, misschien even tot slot. We zijn hier op de Tilburg University. Er zitten ook studenten in de zaal. Wat zouden jullie studenten kunnen meegeven? Wat kunnen zij doen, zeg maar, om die voedseltransitie te helpen? Arjan. Het is ook altijd practice what you preach. Dus op het moment dat je het zelf belangrijk vindt, koop dan de producten waarvan je denkt dat die duurzaam zijn en draag het uit. Jullie zitten allemaal op social media, althans de meeste denk ik. En dat, ja, heel veel gedachten worden daar heel goed en wijd door verspreid. En dit zou er ook één van kunnen zijn. Oké, dankjewel. Elise? Ja, daar sluit ik eigenlijk bij aan. Oké. Gewoon inderdaad het zelf doen. En volhouden. Ja, Jaap, toch? Ja, natuurlijk. En natuurlijk ook met je studierichting en met de werkgever die je straks kiest. Hè? Ben kritisch. Hè? Ja. En kies voor een richting die hieraan bijdraagt. Dat gaat natuurlijk enorm helpen. Ik begreep dat ik wel laatst benaderd door iemand die voor de vleesopleiding, dus ook nu een vegetarische slagenvleesopleiding wilde starten. Want dan zegt hij, voor de vleesopleiding zijn gewoon geen liefhebbers meer. Hè? Dus dat is lastig. Een hele mooie kroon op je werk, toch? Ja.
Mooi. Ja. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor jullie inbreng, voor het beantwoorden van de vragen. En dat doe ik mede namens de andere organisatoren van de behandellezing, de Tilburg Sustainability Center, de studievereniging Asset, Studium Generale en de Brabantse Milieufederatie. Mag ik een groot applaus voor onze sprekers. We laten jullie niet met lege handen naar huis gaan, want daar staan voor jullie een paar heerlijke flessen biologische wijn van de Dassemus uit Kaam. Tot slot. Wil ik jullie allemaal van harte uitnodigen om hiernaast met ons nog na te praten over deze behandellezing onder het genot van een drankje. En verder een hele fijne avond te wensen.